Dit is winkelcentrum Arendshof in Oosterhout. Op donderdagochtend 21 augustus zien winkelende mensen hier ineens drie gewapende mannen lopen. En ook de camera's die hier hangen leggen die mannen vast. Eerst komen ze tegen het verkeer in met een grijze Lexus via de Bouwlingstraat aan en zetten de auto buiten beeld op de parkeerplaats. In het winkelcentrum worden ze ook door de camera's opgepikt. Al is het een beetje in de verte, je voelt al dat er iets niet klopt. Een paar tellen later wordt echt duidelijk dat ze niet gewoon komen winkelen. Twee van hen zijn gewapend met een pistool. De rechtse draagt een blauw FC Barcelona trainingspak. De middelste een wit Juventus trainingsjack en de linkse een donkergrijze sweater. Waarom hij de Big Shopper bij zich heeft, wordt straks duidelijk. Maar ze komen alles behalve boodschappen doen. Dit is hun doel, juwelier het Goudhuisje. Camera's in de juwelier leggen alles vast. De eerste dader bedreigt meteen een medewerker die op de grond moet gaan liggen. De dader met het witte trainingsjack komt met getrokken pistool achter hem aan. Meteen wordt de dreiging en de angst bij de medewerkers voelbaar. De overvallers gaan ontzettend tekeer. Iedereen moet tegen de grond. Ze schreeuwen tegen de medewerkers dat ze stil moeten zijn en van het alarm moeten afblijven. Dan komt er een hamer tevoorschijn, waarmee met grof geweld de vitrines worden ingeslagen. Terwijl twee overvallers binnen tekeer gaan, heeft de derde duidelijk een andere taak. En dat hebben winkelende mensen ook ondervonden. Want nummer drie staat zwaaiend met zijn pistool buiten, waarschijnlijk om iedereen op afstand te houden. Mensen die gewoon even aan het winkelen waren, kijken ineens in de loop van een pistool. De overvallers gaan grondig te werk, veel vitrines gaan aan diggelen en ze pakken wat ze pakken kunnen. Uiteindelijk gaat er een behoorlijke hoeveelheid aan sieraden in de Big Shopper. Niet één, maar twee grote tassen weten ze vol te stouwen met sieraden. De doodsbange medewerkers kunnen niks doen, behalve wachten totdat het voorbij is. En als de tassen vol zijn, dan is het uiteindelijk over. De overvallers gaan er weer vandoor. De medewerkers blijven met een trauma achter. Want er waren erbij die echt dachten dat het over zou zijn. Maar gelukkig met professionele hulp komen ze er bovenop. De daders hebben binnen een enorme ravage aangericht. Laten we eens kijken naar hun signalementen. Ze waren alle drie getint en 20 tot 30 jaar oud. De eerste droeg een blauw FC Barcelona trainingspak met een roze of rode streep en een donkere trainingsbroek en sportschoenen. De tweede en langste overvaller droeg een wit Juventus trainingsjack met een blauwe streep op de rug met eronder zwarte sportschoenen met bruine accenten. Hij droeg een donkere heuptas. De derde droeg vooral grijze joggingskleding. Hij was degene met de grote boodschappentas bij zich, de Big Shopper. Deze hamer lieten ze achter. Hiermee gingen de vitrines aan diggelen. Zegt de hamer u iets in combinatie met de signalementen? Als u een vermoeden heeft wie er achter de signalementen schuilgaan, de tiplijn is open, geef het meteen door. Hier stond die zilvergrijze Lexus te wachten met draaiende motor en dus die vierde dader als chauffeur daarin. En met een rotgang gingen ze er vandoor in de richting van de Kegelstraat. Wie heeft dat gezien? De zilvergrijze Lexus werd later die ochtend, donderdag 21 augustus, in Made teruggevonden. Op een parkeerplaats aan de Kievitstraat bij de tennisvelden. Getuigen die dit hebben gezien wilden de politie graag spreken. De auto bleek in het plaatsje Portugal bij Rotterdam te zijn gestolen bij een woninginbraak. Ook de kentekenplaten waren gestolen en hoorden dus niet bij de Lexus. Maar wel bij een rode Volvo C30 die eerder in Barendrecht was gestolen. Nou, even op een rij. De Volvo had oorspronkelijk kenteken 07XKDH. De Lexus IS250 had oorspronkelijk kenteken 19SZBD. Maar reed dus rond met het kenteken van de Volvo. Beide auto's kunnen tussen de diefstal en de overval in Brabant zijn geweest. Wij willen natuurlijk heel graag weten wie er met die auto's heeft gereden en waar die in een bepaalde periode zijn geweest. En denk dan voor die rode Volvo C30 grofweg aan de periode juli-augustus. En voor de zilvergrijze Lexus de periode tussen 8 en 21 augustus. Het was een flinke buit. Ringen, hangers, oorbellen, van alles hing er in de boodschappentassen. Ja, ze zullen het niet zelf gaan dragen, dus grote kans dat deze sieraden ergens te koop worden aangeboden. De vraag aan u is, is u dat opgevallen? Laat het weten. Het kan een spoor naar de daders zijn. Deze overvallers moeten worden gevonden voordat ze misschien ergens anders weer toeslaan. Dan kijkt u nog eens goed naar de bewakingsbeelden.
En reageer snel als u ook maar het kleinste vermoeden heeft wie dit kunnen zijn. U kunt ons bereiken via de nummers in beeld, maar ook via de website bureaubrabant.nl.